Marcel van Roosmalen heeft al jaren een bloedhekel aan Angela de Jong. Hij kijkt een beetje op haar neer, bijvoorbeeld door haar continu neer te zetten als een 'schrijvende huisvrouw'. Toch besloot de televisiecolumniste deze zomer om aan te schuiven in zijn zomerse talkshow op SBS 6 en daar deed hij ineens poeslief tegen haar. Kennelijk is Marcel alleen vernietigend over Angela als ze niet bij hem in de buurt is. Nu schaart hij zich weer achter de kritiek van Paul Groot op de opiniediva. De comediant is helemaal pissig op de columnisten omdat ze kritiek heeft geuit op de tv-show Hotel Hollandia van Paul de Leeuw. Zo'n Angela de Jong is dan veel te cynisch. Daar sluit Marcel, zelf een enorme cynicus, zich bij aan. Presentator Gijs Groenteman lokt hem uit in hun talkshow van Roosmale Groenteman. Het is helemaal niet expres als je een slecht programma maakt, Marcel. Dat doen we gewoon per ongeluk. Marcel kan zich de gevoelens van Paul groot wel voorstellen. Nee, natuurlijk niet. Dat doen we per ongeluk. Wij gaan hier ook onze gang. Het is helemaal niet leuk als je dan op je vingers wordt getikt. Laten we wel wezen: het is ook gewoon ongelooflijk grappig wat hij heeft gedaan, dus ik snap wel dat je dat als een lelijke pets ervaart. Angela is gewoon onaardig, besluit hij. Waarom toch? Waarom toch? Je zit gewoon iets leuks te doen voor de mensen. Het is gratis en je kunt zappen naar ieder ander kanaal. En dan zit je voor de televisie met je giftige pen en dan denk je die ga ik eens kapot maken. Is dit nou de mentaliteit die we met elkaar willen in dit land?